Na 20 jaar actief te zijn geweest in de Edese politiek, waarvan 11 jaar als wethouder, heeft CDA'er Roel Kremers op donderdag 15 mei definitief afscheid genomen van bekenden en collega's. Ik ga ze vertellen dat ik het met heel veel plezier heb gedaan, dit werk. En dat ik het vooral heb gedaan voor de mensen zelf. En dat hoop ik dat dat ook overkomt. De echte Edenaar? Ja, de mensen, ja, dicht bij de mensen, dat vind ik dat een lokale overheid als een gemeente is. Dicht bij mensen en daar kun je dus heel veel voor betekenen. Onder de genodigden onder andere wethouder Gerry Lichtelijn, die veel heeft vergaderd met de van origine Drentse Kremers. Ik moest altijd wel lachen. We hadden ook een beetje het idee van Roel, die kon ergens binnenkomen en dan wist je allemaal dat hij er geweest was. En het was vaak maar heel kort. Maar dan toch even je stempel op hetgene drukken wat er aan de hand was. En dan gewoon vrolijk zwaaiend weer vertrekken. Nou, dat is ongeveer op zijn Roels, zeg ik wel eens. Hè? En dat vind, ik vind het belangrijk dat je inderdaad een indruk achterlaat. Nou, zit hem in het charisma dan? Ja, dat heeft te maken met charisma. En ook een stukje opgebouwd vertrouwen in al die jaren. Hè? Ze wisten als hij er was, was hij er ook echt. Ook Jaap Boot, fractievoorzitter van het CDA, weet te vertellen over de voormalig wethouder van zijn partij. Over hoe hij bijvoorbeeld de raad toesprak. Ja, op een bepaalde manier daarmee spelen. En daar kwam er altijd nog wat anekdotes van zijn Drentse familie naar voren. Nou, ik ken die familie, dat ik weet ook een beetje hoe dat daar thuis ging. Dat, ik herken daar heel veel van. En ja, een nuchterheid daarin. Maar wel met een knipoog. Altijd met een knipoog. En wat heel belangrijk was, een zelfspot. In het heist van de strijd kon Roel toch nog een zelfspot hebben. Ja, dat is heel mooi als mensen dat kunnen. En waar is een wethouder zonder secretaresse? 11 jaar lang hebben ze samengewerkt. Zij waardeert vooral het warme teamgevoel tussen hen. Bijvoorbeeld op secretaressendag. Ja, Roel is daar heel erg, wat moet ik zeggen, tactvol in. Ik weet nog wel, het eerste jaar dat ik voor hem werkte, toen had ik een vrije dag op secretaressendag. En toen kwam hij vol trots met een hele grote bos bloemen bij me thuis. Dus ja. Dat was een soort van trots. Ja. Ja, een stuk waardering spreekt daaruit. Want ze kunnen het ook vergeten. Maar niet alleen collega's waren aanwezig. Ook de vrouw van Roel Kremers was erbij. En zij heeft al leuke plannen nu er meer vrije tijd is. We zijn geen vakantiegangers, maar we gaan heerlijk de klompenpaden lopen. We gaan lekker fietsen, tennissen. En heerlijk van de kleinkinderen genieten. En gewoon wat op ons pad komt. Tot nu vaker naar de Britse club toe. Of tennissen, of voetballen, of weet ik veel. Ik weet allemaal nog niet wat er gaat gebeuren. Maar er gaat van alles gebeuren. Vind ik leuk.